Bijna alle inwoners van de Krimpenerwaard krijgen een brief waarin de gemeente waarschuwt voor de neergekomen roetdeeltjes na de brand in Moerdijk. De gezondheidsdienst adviseert de inwoners geen groente uit eigen tuin te eten en kinderen niet buiten te laten spelen. Het RIVM onderzoekt de samenstelling van de roetdeeltjes. Die uitslag wordt later vandaag of morgen verwacht. Het hoge water komt nu ook in onze regio aan. De hoogste waterstand wordt vandaag bij Schoonhoven verwacht. Het water in de Lek bij Schoonhoven bereikt naar verwachting rond 11 uur zijn hoogste punt. Het water komt via de Lek en de Waal onze regio binnen en is het gevolg van het smelten van sneeuw. Op de hoek van de Vreeswijkstraat en de Soesterkse Kade in Den Haag zijn woensdagavond 6 mensen gewond geraakt door een ongeluk. De 7e inzittende, een baby, mankeert niets. De overige inzittende raakte licht gewond. Bij het ongeluk waren 2 auto's betrokken. Wie schuld heeft aan het ongeluk is nog niet bekend. Haagse amateursportverenigingen hoeven vanaf dit jaar geen onroerend zaakbelasting meer te betalen. Dat hebben de wethouders Dekker en Klein woensdagavond bekendgemaakt tijdens een bezoek aan de voetbalclub FUK. De gemeente Den Haag wil met de maatregel ervoor zorgen dat de amateurclubs meer geld te besteden hebben en daarmee het sporten stimuleren.